angst, paniek en wanhoop. Dit waren de gevoelens die de familie Minko dagelijks moesten ondergaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Minkos vormden een Joodse familie die tijdens de opkomst van Hitler de Jodenvervolging nog niet al te serieus namen, maar naarmate het verhaal vordert, verernstigt de situatie zeer snel en verkleint de kans dat de gehele familie het zal overleven. Het boek maakt veelvuldig gebruik van actiescènes en dialogen om het verhaal te vertellen. Het taalgebruik is ook zeer eenvoudig, wat zorgt dat het boek vlot leest. Het gehele boek wordt verteld in het ik-perspectief van Marga Minko. Dit zorgt voor een zeer meeslepende ervaring. En ik vind het boek een echte aanrader voor iedereen die eens een roman wilt lezen die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog.